Goedemiddag, mijn naam is Robert de Velde van RVO in Nederland, Rijksdienst voor Ondernemer Nederland. Ik ben daar subsidieadviseur, senior subsidieadviseur voor het beoordelen onder andere van projecten. Kun je me vertellen wat er op dit moment speelt, wat erg belangrijk is voor jullie? Ja, nou ja, goed, kijk, de mensen hebben natuurlijk wel waarschijnlijk gehoord over het energieakkoord. Ja. Duurzaam, we moeten duurzamer worden. We moeten wel met z'n allen, we moeten de goede kant uit. Ja. Alleen, ja, dat kost nogal veel penuta's, veel geld. Ja. En wij als RVO zijn daar een organisatie voor die daar probeert het, onder andere het MKB in te faciliteren. Ja, voor de duidelijkheid, wij zijn een oplosser. Jullie zijn niet de oplosser, maar jullie zijn wel degene die kan faciliteren om het helpen op te lossen. Klopt, hè? Ja. Het MKB hebben een groot aantal regelingen, zeg maar, en stimuleringsregelingen hebben in de aanbieding. Ja. Ik heb op het podium heb ik een uiteenzetting gegeven voor de toehoorders om te kijken van, wat voor een regeling en stimuleringsregelingen zijn er überhaupt allemaal. Welke kun je pakken, precies? Ja, exact. En goed, een aantal waren er wel bekend. Dat zijn er wat hardlopers. Hè. We praten over een regeling aan de energie-investeringsaftrek. Ja. Of de MIA-FAMIL, bij veel mensen wel bekend. Zeker. Maar daarnaast heeft de topsector bijvoorbeeld, hè, de topsector energie in dit geval, heeft een groot aantal subsidieregelingen in de aanbieding. Waarbij ondernemers kunnen inschrijven met goede projecten, waarbij we heel graag willen gaan stimuleren dat de goede projecten die echt van de grond komen. Exact, ja. Ja. En soms kunnen ze dan bij u gewoon de informatie komen halen van joh, hoe kunnen we daar nou het volgende stapje doen? Ja, we hebben daar een prachtige website voor, rvo.nl. Daar kunnen ze ook de contactgegevens krijgen en daar kunnen ze via de eerste lijn precies navragen van of hun project daarin in aanmerking komt. Dankjewel voor het bezoek. Goed. En ik hoop je graag weer te zien. Dankjewel, tot ziens. Dankjewel, precies. Okay.